Zo gezellig als vandaag zal het je nooit meer zijn, merkte Gerard van Maashakkers op tijdens zijn optreden bij de officiële opening van de natuurbegraafplaats in Schaijk. En behalve gezellig was het ook bijzonder druk op 8 oktober. Er werden rondleidingen gegeven op het 26 hectare grote natuurterrein en in kraampjes was informatie te krijgen. Welkom allemaal. En ik zat te denken van een bijzonder welkom voor, maar eigenlijk, en ik heb u straks bijna allemaal hand mogen geven, eigenlijk voor iedereen die hier zit. Want op een of andere manier ben je betrokken bij deze plek. Of buiten met planten van bomen, maken van een gebouw, maar ook mensen die hier al geweest zijn, die hier een naaste, een geliefde, een laatste rustplaats hebben gegeven. Heel bijzonder dat jullie er allemaal zijn. Iedereen die hier zit, heeft wel een band met deze plek. En daar is ook waar wij voor staan. Een mooi gebouw op een heel mooi natuurgebied. En natuur, dat geeft kracht. Daar geloven wij in. En dat is voor iedereen anders. De ene gaat er iedere week hardlopen. De andere, die ligt heeft vanmorgen al in de bossen gelegen om die vogel te spotten die hij wilde. Of die is dagen, bijna al zijn vrije tijd bezig om alle planten die in de Maashuis groeien in beeld te brengen. Of kwam gewoon op zondag op een van de mooie plekken in dit geweldige natuurgebied om lekker te wandelen. Maar iedereen die voelt daar zich fijn bij en dat is die kracht waar wij in geloven. En voor de natuur is voor iedereen anders. Maar het mooie is dat wij allemaal voor de natuur dezelfde zijn. En dat is ook graag waar we op een natuurbegraafplaats zien. Iedereen vindt hier zijn eigen plek, zijn eigen troost, zijn eigen plezier. Maar voor de natuur zijn we allemaal hetzelfde. En een natuurbegraafplaats, dat werd mij van de week gevraagd, is wel heel erg nieuw. Nou, ik kan er alleen maar van maken dat het een beetje hernieuwd is. Want als we hier in de Maas was kijken, zijn we op een hele bijzondere plek. Het is een plek die al heel oud is. Want we rijden elke dag over knooppunt Paalgraven. Maar Paalgraven, mensen, is echt geen knooppunt. En Vorstengraafdonk is echt geen industrieterrein. We hebben die namen gekozen omdat in de Maashorst overal duizenden jaren geleden, 3.000 tot 4.000 jaar geleden, natuurbegraven al gewoon was. Met grafheuvels, met vindplaatsen, bijzondere plekken. En dat maakt misschien wel dat de natuurbegraven op de Maashorst als vanzelfsprekend voelt. We hebben de afgelopen jaar, of jaren, maar het afgelopen jaar vooral heel hard ook gewerkt. 12 hectare bos, wat voorheen productiebos was, waar de gemeente al begonnen was met wat omvorming naar natuurbos, hebben wij doorgepakt. Maar waar we nu staan, daar graasden vorig jaar de koeien nog en werden gewassen verbouwd. En wij hebben 14 hectare hier natuur kunnen toevoegen aan natuurgebied de Maashorst. Het grootste natuurgebied van Brabant. Fantastische plek om te zijn, om te wandelen. En wij vinden het heel mooi dat wij een van de punten zijn geworden van die wandelingen van mensen of van die fietstochten. En dat merken we nu eigenlijk al iedere dag de afgelopen maanden. Maar we zijn vooral heel erg trots dat wij een bijzondere plek mogen zijn voor heel veel mensen die hier een laatste rustplaats vinden. En voor hun naasten. En dan hebben we een officiële opening. En hoe ga je dat doen? Blijven we nou de hele dag in deze fantastische plek? We hebben geprobeerd om de natuur naar binnen te halen. Maar blijven we hier nou de hele dag, het hele programma zitten? Nee. Natuur beleef je door erin te zijn, door te wandelen. Dus zometeen spreekt burgemeester Wakermans van de gemeente Landert. Theo Wammers, directeur Natuurmonumenten, die spreken, die gaan iets tegen ons vertellen. Maar dat gaan we niet hier doen. We gaan lekker naar buiten, we gaan lekker wandelen. En uiteindelijk zal René een van de
zes kerels die een paar jaar geleden geloofden dat natuur en begraven op een hele mooie manier elkaar versterken, zal afsluiten. En dan zijn we weer hier terug in de buurt. Dan zijn we bij die boom die nou nog plat ligt. Dus ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om je jas te pakken als je er niet aan hebt. En dan gaan we zo meteen hier naar buiten en dan gaan we wandelen. Dankjewel. Dankjewel Evelien en Mirjam. Dankjewel dat jullie er ook weer zijn. Best aanwezig in grote getalen en ik denk met reden, want we zitten hier natuurlijk op een prachtige plek en ik denk op een heel bijzonder moment. De opening van officiële opening van het natuurbegraven. En dood en begraven is natuurlijk niet iets waar ik elke dag mee bezig hou. En op een of andere manier probeer ik het ook elke dag maar zo ver mogelijk van me af te duwen. En ondanks dat het hier zo ontzettend mooi is, ga ik dat proberen zo lang mogelijk vol te houden. En ik denk dat velen zich herkennen in die gedachte. Het is ook niet helemaal van onze cultuur om elke dag over de dood te praten. Dat doen we liever niet in onze huidige westerse maatschappij. We jagen lekker de hele dag door om te laten zien wat we elke dag kunnen realiseren. Laat staan dat je van tevoren al gaat bekijken onder welke mooie boom je begraven zou kunnen liggen. Meneer Roy benadert dat vanuit een hele andere blik en invalshoek. Jij zegt, wij zorgen ervoor dat je na de dood weer één wordt met de natuur en er letterlijk in wordt opgenomen. Jij benadert het eigenlijk juist vanuit een kans om vooraf in alle rust en bij volle bewustzijn een keuze te maken voor die ene mooie plek, zonder dat je nabestaanden belast worden met de zorg die hiervoor geldt. En zoals je ons juist hebt uitgelegd, past natuurbegraven heel goed bij de Maashorst, gezien de geschiedenis van de vele grafheuvels. Heel bazaal, in de natuur begraven, maar wel met de voorzieningen die daar in onze huidige moderne tijd bij passen. Met de sfeer waar mensen in deze tijd behoefte aan hebben. Wel, zo is ook te lezen op je website, altijd met de volste respect voor de natuur. Die geldt hier als uitgangspunt. Beste Roy, directie, medewerkers van Natuurbegraven Nederland, van harte gefeliciteerd met deze officiële start van Natuurbegraafplaats Schaik. Jullie hebben ervoor gezorgd dat deze plek hier niet alleen een begraafplaats is, maar ook een prachtig stuk natuur waar je gewoon kunt genieten van de omgeving. Ik feliciteer jullie, onszelf, de gemeente Landert, maar ik wens jullie vooral hier op deze plek heel veel succes met de verdere onderneming. Dank u wel. Dan gaan we wandelen. Dus we gaan die kant terug. Rini, wil jij erop gaan? Around noontime, all the cows in the herd go to the corner of the field to the bull wants to flirt around. Verantwoordelijk eigenlijk voor het natuurbeheer, voor de uitvoering. En ik ken deze plek ook aardig. Roy, aan jou het woord. Ja, ik ken hem inderdaad een tijdje. Je hebt hier al 15 jaar, voordat ik hier werkzaam was bij Staatsbosbeheer, in het gebied gewerkt. Ik neem jullie even mee terug in de tijd, 10.000 jaar geleden. Was het hier een ijstijd? Heel koud. En op deze plek liep er nog de Maas. In die ijstijd ging er zoveel gebeuren met lagen en weersinvloeden, dat de Maas opgeschoven werd van hier naar de plek waar die nu ligt, richting Ravenstein, Graven die kant. En daarna, na die tijd dat die ijstijd wat minder werd, kregen we hier allemaal breuken en aardverschuivingen. Dus eigenlijk aardbevingen. En die zorgden dat die bodem nog verder omhoog ging. Op dat moment komt de Horst in beeld en is het een hoger deel ten opzichte van de rest van het gebied. En nu, 60 jaar later,
wordt de Maashorst weer een groot open gebied, het centrale deel. En wij zorgen op deze manier, met onze kleinere kamers, dat de heide weer terugkomt. En we stapstenen maken van de schrale graslanden aan de buitenkant, stappend door het bos naar die open heide in het centrale deel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, Bastiaan en Joris. Wij zijn vanuit Natuurbegraven Nederland echt heel blij en heel trots met onze samenwerking die wij met Natuurmonumenten. En ik ben ook blij dat Theo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten, ons vandaag ook iets mee wil geven. Theo, mag ik jou uitnodigen? Goedemorgen, dames en heren. Het is wel een grote eer om hier te staan namens Natuurmonumenten, trots partner van Natuurbegraven Nederland. En van alle feestjes die je je kunt voorstellen, is het feestelijk openen van een natuurbegraafplaats toch wel een van de meest dubbelzinnige die je kunt bedenken. Hey, ik ben hier vandaag met u samen trots en blij op wat hier gerealiseerd is. Het is werkelijk fantastisch. En als je het ziet, dan maakt het echt indruk. Maar ik realiseer me ook dat we hier samen zijn op een plek die in de toekomst veel verdriet zal kennen. En dat de grond waar we op staan vaak tranen zal voelen. Maar ik weet ook dat we op een plek staan die troost zal bieden. Juist de natuur, de rust, de kracht, de ruimte, de sereniteit van deze omgeving zal mensen helpen. Alle natuurbegraafplaatsen worden uiteindelijk aan onze vereniging overgedragen. Natuurmonumenten is opgericht om met de statutaire belofte van bescherming van de natuur tot in de eeuwigheid. En uiteraard zullen we die belofte ook gestand doen voor natuurgebieden die in hun geschiedenis natuurbegraafplaats zijn geweest. Hiermee wil ik graag afronden. Deze natuurbegraafplaats heel veel succes, een mooie toekomst gewenst en u allemaal nog een mooie dag. Dank u wel. We wandelen over het pad verder. We hebben het veel gehad over de natuur. Maar we eigenlijk nog niet gehad over de mens. En eigenlijk is de mens voor ons net zo belangrijk als de natuur. En elke ceremonie, elke uitvaart is bij ons bijzonder. Elke keer heeft iedereen zijn eigen invulling eraan. En juist die eigen invulling, dat maakt ook dat zo'n natuurbegraafplaats ook voor de mensen een bijzonder plekje heeft. En die verbinding met mensen, die hebben we nu ook met u. Want dankzij u is dit gelukt. Dankzij de mensen hier aanwezig. Maar ook dankzij al die medewerkers van al die bedrijven die mee hebben geholpen aan het gebouw, die mee hebben geholpen aan de trein, bomen hebben geplant. En al deze mensen samen, die zorgen ervoor dat we deze plek hebben gecreëerd. En daarvoor wil ik je allemaal danken. En ik wil nu de burgemeester naar voren roepen en Robin. Dankjewel. En deze boom die planten we niet zomaar, want deze boom is eigenlijk de verbinding die we hebben met elkaar. En het symboliseert ook de verbinding van de mens en de natuur. Kijk hier, meneer Van den Berg, waar wij. Even aanstappen. Nou, het gaat werken. Ja. Ja, gefeliciteerd. Kom eens om te blijven. Ja. Op een mooie toekomst van deze plek. Zet de glazen op tafel en de beste fles. We bakken en we brooien en de oven op zes. Als je zin hebt kan er meedoen, je komt er maar in. Ik laat een dag nog even duren, ik kijk niet op een uur, ik doe maar een zin. Want het is altijd, altijd nou. Op internet op handen is, ik maak niet dat je durft, altijd nou. Wow! Ik denk dat als ik ooit hier begraven zou willen worden, waar ik serieus over nadenk, moet ik wel zeggen,
Maar het zal nog wel even duren en tegen die tijd zijn al die klemboom heel groot, hoop ik. Voor het uitzicht naar later, hier komt de schaduw en daar het licht. En later wordt de heer, oh, onze lieve neer is er in één keer op bij. En als ik 's morgens in mijn kleren schiet, en mijn beurs en mijn sleutels vat, ben maar niet bang, jou vergeet ik niet. Ik neem jou mee in mijn binnenzak. En als ik midden in de massa sta, neem ik jou mee, jij bent bij mij. Hey, wij gaan er samen huis op bezoek. Dan maken wij mee alle plantjes en alle vogeltjes in de loep. En heel groot.